Lindsay de Vilder, Jules Hesters, 4 down, 2 to go. Daar staan we weer in de Leiderstrui. Ja, inderdaad. Geel staat ons perfect, dus ik hoop dat we dat tot zondag kunnen dragen. De grote koppenkoers was een gekke koers. Er werden weinig rondes genomen. Iedereen deed op elkaars wiel. Werden jullie weer geviseerd zoals de andere dagen? Ja, ik denk dat we nu het spelletje een beetje omgedraaid hebben. Dus we hebben vooral nu onze koers afgestemd op de wereldkampioenen. Een beetje wat zij deden in het begin van de zaterdagse op ons. Daardoor verloren we de leiding gisteren. We hebben de rol een beetje omgedraaid. En ja, dan konden we wel de overwinning pakken in de grote jacht. Dus ik denk dat we gewoon nu echt wel onze koers moeten afstemmen op onze grootste concurrenten. En de punten sprokkelen ook lekker, hè? Ja, inderdaad. Dat was onze sterkte en dat blijft onze sterkte. En daar moeten we blijven op inzetten. Nou, werden gisteren natuurlijk Vincent Hoppenzak en Philip Heijnen verrassend leiders. Zijn die erbij gekomen als favorieten van jullie? Ja, zij zijn een beetje de derde hond. Hè. En we moeten opletten dat als Jure en Willem naar ons gaan kijken en wij naar hun, dat zij niet de lachende derde worden. Dat is zeker een scenario dat in ons achterhoofd zit. Maar het zal tactisch toch een heel moeilijk eind van de zesdaagse worden. Twee sterke Nederlandse ploegen. Verwachten jullie een combine hier in Rotterdam? Ja, nee, ik zie iedereen echt van de kampioen en iedereen wil het zelf winnen. Dus ik denk dat dat in ons voordeel kan spelen, ja. Meestal zijn je ploegmaten de grootste vijanden. Hè? Dus ik denk dat iedereen zo graag wil winnen dat er niet echt zal gesproken worden van combines. Hey Lindsay, laatste vraag. Wat is nou het allerbelangrijkste de komende twee dagen? De ronde. Geen rondes toegeven aan die topploegen. En op die manier staan we eigenlijk altijd voor met onze punten.